Ik heb gewerkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar zeker in de ontwikkelingssamenwerking erg de nadruk lag op gendergelijkheid en vrouwenrechten. Maar eigenlijk is dat in Nederland nog niet helemaal op orde wanneer je kijkt naar gendergelijkheid en medische zorg en gezondheid. Zodoende ben ik ook dit onderzoek ingerold, want practice what you preach was mijn gedachte. Ik onderzoek veel voorkomende lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en duizeligheid. En ik kijk naar het verschil in voorkomen hiervan en langdurigheid bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Maar het punt bij veel voorkomende lichamelijke klachten is vaak dat deze niet verklaard kunnen worden als ze langer aanhouden. En daardoor denken mensen vaak dat het tussen de oren zit of dat iemand zich niet zo aan moet stellen, terwijl een patiënt daadwerkelijk pijn en ongemak ervaart. Dus er hangt best wel een stigma om deze klachten heen. Ik zou het dan wel heel fijn vinden als artsen en hulpverleners zich iets meer bewust worden van man-vrouw verschillen in deze klachten en het stigma wat om deze klachten heen hangt. Ik maak gebruik van grote datasets, waaronder de Lifelines dataset. En in die dataset worden meer dan 167.000 mensen al vanaf 2006 gevolgd. En we weten eigenlijk van alles van deze participanten. De longfuncties zijn getest, de bloedwaardes zijn getest. Maar deze mensen hebben ook vragenlijsten ingevuld over hun hobby's, over hun eterspatroon, bewegingspatroon en ook over hun gezondheid. En in die bulk van data zoek ik eigenlijk naar verschillen in symptomen bij mannen en vrouwen. Nou, uit mijn onderzoek blijkt onder andere dat meer vrouwen met veel voorkomende klachten vaker naar de huisarts gaan dan mannen. Maar we zien tegelijkertijd ook, en ik heb wat dieper gekeken naar luchtwegklachten, dat vrouwen met luchtwegklachten minder vaak een lichamelijk onderzoek krijgen van de huisarts, maar ook minder vaak een röntgenfoto en minder vaak worden doorverwezen naar een specialist dan mannen. Tegelijkertijd zien we ook dat de luchtwegklachten van vrouwen minder vaak verklaard worden dan die van mannen. Er wordt dus geen diagnose aangehangen. Ja, ik zou graag verder willen werken aan die man-vrouw verhouding in gezondheid. Het gaat namelijk wel om de helft van de wereldbevolking die niet de meest optimale zorg krijgt, ervan uitgaande dat mannen de gouden standaard zijn. En ik vind het ook heel tof dat je als niet-klinicus aan iets kan werken wat heel veel mensen raakt. Zeker dat stigma rondom die lichamelijke klachten die niet verklaard zijn, vind ik heel belangrijk dat daaraan verder wordt gewerkt.